Hi, ik ben Marcel en we hebben weer iets nieuws bij Baars & Bloemhoff. Iets spannends. Iets wat we heel graag met je willen delen. Tipje van de sluier? Het is een exclusieve collectie Spaanplaat in kleurkoppeling met HPL en kantenband. Het is Italiaans en het is geproduceerd met 100% gerecycled en ook weer recyclebaar hout. Ik ga je er in deze video van alles over vertellen. Kijk, maar dat is nog eens een binnenkomer. Die Saviola Groep is de eerste fabrikant ter wereld die sinds 1993 panelen maakt van 100% gerecycled hout met een lage milieu-impact. Het bijzondere aan hun productielocatie is het feit dat je daar niet één enkele omgekapte boom vindt waarmee die platen worden geproduceerd. Hier vind je alleen maar bergen met afvalhout, zoals oude kasten, keukenbladen en pallets. Het is echt een ongekend gezicht. En met dat afvalhout produceren ze vervolgens de 100% gerecyclede platen. Hoe dat proces precies verloopt, vertel ik je later in deze video. De kern van dat paneel bestaat uit de bekende houtsnippers en is geperst met harsen met een laag formaldehydegehalte. Het zorgt voor een groene collectie die laat zien hoe prachtige designs en duurzaamheid elkaar tegemoet kunnen komen. De Trenta Porte collectie is een custom-made collectie die we hebben laten ontwikkelen. Hierbij hebben we goed geluisterd naar de trends en de behoeftes uit de markt. Het resultaat is een exclusieve collectie die met zijn combinatie van decoren en structuren een zeer welkome aanvulling is binnen ons assortiment. De collectie die we gaan voeren bestaat uit 12 decoren gemelameerd Spaanplaat met 8 verschillende structuren in het formaat 2,80 meter bij 2,12 meter met een dikte van 18 mm. 10 bijpassende HPL-decoren in de maat 2,80 meter bij 1,86 meter in een dikte van 0,8 mm. En 12 decoren kantenband. En dit alles natuurlijk in kleurkoppeling beschikbaar. Zoals je kunt zien zijn het duidelijk iconische Italiaanse decoren die jouw exclusieve ontwerp net dat beetje extra kunnen geven. Dat structuren belangrijk zijn, dat hebben ze goed begrepen bij Saviola. Deze hebben een zeer prettige aanraking en spelen natuurlijk in op de huidige trends in de interieursector. De platen zijn beschikbaar in 8 verschillende structuren, wisselend van prachtig hout tot aan een meer textielachtige touch. Dit is waar Saviola het verschil maakt ten opzichte van de andere collecties. Dan een van de speerpunten van Saviola, het productieproces. Want een Spaanplaat van Saviola bestaat dus voor 100% uit gerecycled hout. De eerste stap in het proces is daarom het verzamelen van het post-consumer hout. Dit doen ze via hun Ecolegno-netwerk, met 19 hubs verspreid door Europa. In tegenstelling tot de Spaanplaatproductie, die ontstaat vanuit nieuw hout, moet bij Saviola het aangevoerde hout eerst ontdaan worden van alle onbruikbare onderdelen. Vervolgens wordt het post-consumer hout versnipperd tot spaanders en worden de overgebleven grondstoffen ingezet voor de productie van de 100% gerecyclede Spaanplaten. Als laatste stap heb je de afwerking, waar een laag melaminepapier op de Spaanplaat wordt geperst, inclusief de structuur. Zo transformeert Saviola het afvalhout tot een mooie aanvulling in jouw nieuwe meubel en interieur. Die panelen van Saviola zijn dus geproduceerd uit 100% post-consumer gerecycled hout, waarbij die Trenta Porte collectie ook nog eens 100% FSC gecertificeerd is. Dit was een kort overzicht van onze nieuwe Saviola collectie. Ben je daar enthousiast over geworden? Ga naar baars-bloemhoff.nl voor meer info. En laat in je comments onder deze video weten wat je van deze nieuwe collectie vindt. Arrivederci!